vrijdag. Het is zaterdag 18 december. En vanochtend is, zoals je ziet, is het nu heel kaal. Maar het klinkt ook een beetje hol, nu dat de bank weg is. Ja, hij is vanochtend opgehaald. Mijn familie heeft hem vanochtend opgehaald. De stoelen, zoals je ziet, die zijn ook weg. En volgende week vrijdag, dan ben ik jarig en dan komt mijn nieuwe bankstel. En uiteraard, daar ga ik dan ook weer een vlog van maken. Ja. En dit is nou weer een leuk programma, ben ik nu aan het kijken. Ja, het is wel een beetje echo, zoals je hoort. Ja, dat kun je heel, kan ik heel goed echo zeggen, want ja, hier stond die gisteren en dan... ja, alleen de vloer is een klein beetje beschadigd, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, de stoelen zijn weg. Mijn tafelkleed is weg, die was ook gescheurd. Ja, ik dacht, ja, daar kun je ook niet meer naar kijken. Dus die heb ik ook weggedaan, ook naar het stort, tafelkleed. Twee stoelen, vuilniszak en de bank. Het is hier, het is hier heel kaal. Ik heb nu al goed gestofzuigd. Woensdag ga ik nog één keer goed stofzuigen, maar dan ga ik ook nog dweilen. Want ja, zoals je ziet, daar is een zwarte vlek. Die kreeg ik, ik dacht dat het gewoon viezigheid, maar het is gewoon een vieze, van een poot. Die heeft zich eigen afgegeven. Ja, en daar ook, en dan daar ook krassen, zeg maar. Ja, daar heb je mee deze vloer, zeg maar. Het is een zuile vloer, is het. En ik heb ook de was gedaan vandaag. Dus vanochtend toen ik heb van ja, even deze tafelkleed eraf. Ja, die is dus ook weg. Dus ik vertoef mij op het eethoekstoel te gaan zitten en dan zo naar de tv kijken. Maar ik wissel ook af om even in de zitstoel te gaan zitten. Daar kan ik ook nog voor kiezen. Ja. Ja, beetje kalig zo en het klinkt ook echo zoals je hoort. Het klinkt ook echt hol, zeg maar. Ja. Dus hier komt de nieuwe bankstel te staan. Op dezelfde plek zoals die bruine bankstel gestaan heeft. Ja. Maar ik vroeg zo aan mijn nicht, van moet ik nog meegaan naar het stort? Voor te helpen of hoe of wat. Nee, dat hoeft niet. Ik dacht, oké, dat is handig. Dan kan ik gewoon thuis blijven. Ja. Dat is een beetje kalig nu dat ik geen bank heb. Maar voordat je het weet is het weer volgende week vrijdag en dan ben ik jarig. En dan komt er een nieuw bankstel. Ik ben er super blij mee. Kan ik weer lekker genieten. Ik heb het wel verdiend. Want ik heb er jaren voor gespaard. Zeg maar, voor weer iets nieuws te kopen. Dat is mijn doel ook altijd. Als ik iets wil hebben, dan werk je eraan om voor te sparen. Ja. Het is hartstikke, het is een miserig beentje. Een beetje apart weer is het eigenlijk vandaag. Ja. Echt apartig weer is het vandaag. Ja. En daar aan de overkant hadden ze vorig weekend een auto weggehaald, stiekem. Ja, ze hadden bij haar ze heeft een camera en die hebben ze afgeplakt zodat zij niet kon zien wie de auto deed weghalen, zeg maar. Ja, dat is wel een beetje, nu heeft ze alleen nog maar dat wagentje, dat blauwe wagentje nog maar. Ja, niks aan te doen. Is niet leuk, dingen van andere man dingen stelen of zo. Nee. Ja, die zitstoelen, die. Ja, die zijn nog allebei goed, zeg maar. En die salontafel is nog goed. TV-meubel is nog goed. Ja, is allemaal goed nog. Ja.
Dat is allemaal goed. Ja. Dat is allemaal supergoed nog. Ja. Nou, hier heb ik ook een gestofzuigd. Ja. Ook allemaal gestofzuigd. En dan een mooie rosette. Dat is mijn mooiste, een mooie eethoek. Ik zit te twijfelen, dan zal ik nog een tafelkleed erop gaan leggen of zal ik het gewoon zo laten? Want zo vind ik hem ook wel leuk, de tafel, zeg maar. Ja. Aan het drogen en aan het vouwen. Ja, dat ben ik ook allemaal aan het doen. En mooie schoentjes. En mijn mooie schoenencollectie. Ja. Bij alle staartjes en BK'tjes. Nou, we drogen nu nog 31 minuten. Dat was misschien nog 36. Vond je dit een leuke vlog? Geef deze een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat ook een leuke reactie achter. Vergeet niet het belletje aan te zetten, want dan mis je nooit een leuke vlog van mij. En dan zeg ik tot de volgende vlog of short video. Fijne middag iedereen. Houdoe!